Het lijkt me gaaf om, voordat we verder gaan, eigenlijk het verhaal van Jacob nog een keer te vertellen. Want misschien denk je wel van, ja, wie is dat eigenlijk, die Jacob? En wat is nou eigenlijk het verhaal van Jacob? Misschien heb je geen idee. Misschien ben je vandaag meegekomen met een van de dopelingen en heb je geen idee. Wie is Jacob? Ga ik je kort uitleggen. Ik ga het proberen zo snel mogelijk te doen. Er gebeurt veel in het verhaal, maar ik ga het toch proberen. Isaac had twee zonen, Jacob en Esau. Heel goed, dat weten we inmiddels. Check. En weet je, Jacob, de dag kwam aan, Jacob werd ouder. En de dag kwam aan dat Isaac zijn zegen moest gaan uitbidden over zijn eerstgeborene. Zijn eerstgeborene, Esau. Die dag kwam aan en hij moest een zegen gaan bidden over Esau. Dat was namelijk een eerste geboorterecht, zoals dat heet. En in de Joodse traditie was dat gebeurde gewoon. En dat was iets wat heel belangrijk was. Want wat er gebeurde op het moment dat de vader die zegen over zijn jongste en eerstgeborene sprak, dus eigenlijk zijn oudste zoon, in dit geval Esau, sprak, dan was het eigenlijk een zegen waarmee hij eigenlijk tegen die zoon eigenlijk de zegen gaf over te heersen over de familie. Dus je kan wel zeggen, hij werd eigenlijk de baas over de rest van de familie. En daarmee kreeg hij ook het groot deel van de rijkdom van zijn vader. Dus het was eigenlijk een soort van erfenis, maar die was heel groot, zeg maar. Een enorm grote erfenis. Dus het was niet zomaar wat. Op een dag komt Esau thuis van het jagen. Hij was een echte jager en hij komt thuis. Hij komt thuis en heeft honger. Ik kan me voorstellen als je aan het jagen bent geweest. En hij komt thuis met een grote honger en daar staat Jacob. En Jacob, die heeft een soort van soep, linse soep, iets in die richting staat in de Bijbel, heeft hij gemaakt. En Esau zegt tegen Jacob, Jacob, ik heb zo'n honger, mag ik jouw soep hebben? Want ik heb zo'n honger. En hij zegt, ik wil het nu. Ik wil het nu. Ik ga er niet langer op wachten. Ik wil nu die soep van jou, want ik moet nu eten, zoals een echte man kan zijn. Ik wel in ieder geval. Ik had het kunnen zijn. Dus Jacob zegt, nou, dat is goed. Dat is goed, Esau. Maar daar wil ik wel wat voor terug. En Jacob had hier volgens mij al eerder over nagedacht. En hij zei tegen Esau, wat ik voor terug wil, is jouw eerstgeboorterecht. De zegen die onze vader straks over jou zou gaan uitbidden. En Esau, zo hongerig als dat hij eerst zegt, is goed Jacob. Weet je wat? Jij krijgt die zegen van mij. Wat heb ik aan een zegen als ik honger heb? En zo gaat het door. Zo krijgt Jacob de zegen van Esau. Hij bedriegt zijn vader Isaac, die bedriegt hij door de mooiste kleding aan te trekken van Esau. En op die manier bedriegt hij zijn vader. Op een gegeven moment komt natuurlijk Esau erachter wat er is gebeurd. Dat hij niet alleen maar de zegen heeft gevraagd, maar dat hij ook nog eens het echt gedaan heeft. En dat hij zijn vader heeft bedrogen. En Esau is zo boos. En hij zegt tegen Jacob, Jacob, ik ga je pakken. Dit laat ik niet toe, ik ga je vermoorden. Hij ziet in wat hij gedaan heeft. Hij ziet in, hij heeft spijt van wat hij heeft gedaan. En Jacob denkt, ja wacht eens even, als mijn broertje zo boos is, en terecht, dat moet hij gedacht hebben, dan ga ik er vandoor. Dan vlucht ik, dan ga ik weg. Ik heb nog ergens een oom Laban heette die man. En ik ga naar die oom toe en dan ga ik daar opnieuw beginnen. Met de hoop op een beter leven, op een betere toekomst. Op de hoop dat daar alles mooier gaat worden. En zo vertrok Jacob. Zo vertrok Jacob richting zijn oom Laban. En hij gaat de woestijn door en hij moet vast gedacht hebben van vanaf nu gaat alles beter worden. Vanaf nu gaat alles mooi worden en een mooie toekomst ga ik tegemoet. Ik ga vast een mooie vrouw vinden. En inderdaad. Hij wordt verliefd op Rachel. Hij wordt verliefd op Rachel. En in de Bijbel staat een supermooie meid. Een soort Lydia, denk ik dan. Echt? En wat er gebeurt, is dat zijn oom, Laban, tegen Jacob zegt, Jacob, jij mag wel trouwen. Jij mag wel trouwen met mijn dochter. Maar ik wil dat jij eerst 7 jaar gaat werken. Ik wil dat jij 7 jaar gaat werken en daarna zal je mogen trouwen met mijn dochter. Dus Jacob zegt van, 7 jaar, ze is zo mooi, ik doe het. En dan gaat hij 7 jaar werken. 7 jaar werken om een vrouw te verdienen. Mannen, daar kunnen we nog wat van leren. 7 jaar strijden voor een mooie vrouw. Als je nog niet getrouwd bent, als je nog geen vriendin hebt, mannen, 7 jaar strijden. Na die 7 jaar strijden. En eindelijk mag hij trouwen. Eindelijk mag hij trouwen met de dochter van Laban.
Maar de volgende dag, de dag na de bruiloft, hoor je me? De dag na de bruiloft, komt Jacob erachter dat hij niet met Rachel is getrouwd, maar met Lea. Hij is getrouwd met de verkeerde dochter van zijn oom. Even denken, de verkeerde dochter van zijn oom. Hoe kan het gebeuren dat Jacob de volgende dag erachter komt dat hij met de verkeerde vrouw is getrouwd? Ik heb twee theorieën bedacht. De eerste theorie is dat zijn vrouw Lea helemaal aangekleed was en dat je alleen de ogen zat. Of het tweede optie die ik heb bedacht, Jacob was knetterstoond. En de derde optie is dat het misschien allebei was. Dus weet je, na die zeven jaar werken was hij bedrogen. En hij zei, weet je wat, ik ga nog 7 jaar werken. Ik ga nog 7 jaar werken en dan zal mijn oom Laban, had beloofd dat hij daarna echt mocht trouwen met zijn vrouw waar hij verliefd op werd, Rachel. Dus Jacob ging ervoor. Hij ging ervoor nog een keer 7 jaar werken. En na die 7 jaar, gelukkig voor Jacob, kreeg hij inderdaad Rachel. De vrouw waar hij 14 jaar inmiddels voor had gestreden. Wauw, wat een strijder. Jacob blij met zijn vrouw Rachel, Lea. En inmiddels had hij 4 vrouwen waarbij hij al zijn 12 zonen kreeg. 4 vrouwen verspreid over 12 zonen. Ik raad je aan, doe hem dat niet na. Oké? Okay? Strijd hard voor een vrouw, maar doe hem dat niet na. En het gave ervan is dat hij op een dag toch terugkeert naar de woonplaats van zijn broer Esau en van zijn vader Isaac. En dat hij terugkomt op de woonplaats en dat het toch nog goed wordt gemaakt tussen Esau en Jacob. En zo loopt het verhaal af en uiteindelijk leven ze daar vast lang en gelukkig. Maar die reis, daar gebeurt natuurlijk veel meer. En daar gaan we vandaag op inzoomen. En ik wil met je lezen Genesis 28 vers 11 tot en met 17. Hij komt op de biemer. We gaan even terug naar het verhaal waar Jacob op de vlucht is geslagen voor zijn broertje Esau. En hij duikt de woestijn in, vast op een kameel. Vespa's hadden ze nog niet. Hij gaat op een kameel de woestijn in. En die woestijn, moet je voorstellen, is eentonig. Is hetzelfde, weinig variatie in de natuur, één lange weg, rechtdoor. Maar dan gebeurt het volgende. Toen hij op een avond stopte om zijn kamp op te slaan, vond hij een steen die hij als hoofdkussen gebruikte en viel in slaap. Hij droomde en zag een ladder die vanuit de hemel naar de aarde liep. Engelen van God klommen op en neer langs de ladder. Bovenaan de ladder stond de Heere. Ik ben de Heere, zei hij, de God van Abraham en van uw vader Isaac. De grond waarop u ligt is van u. Ik zal hem u en uw nakomelingen geven. Want uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof. Zij zullen land bewonen van oost naar west en van zuid naar noord. Alle volken op aarde zullen via u en uw nageslacht worden gezegend. Ja, ik zal bij u blijven en u beschermen, waar u ook gaat. Ik zal u veilig terugbrengen naar dit land en u voortdurend aan uw zijde blijven. Net zolang ik u alles heb gegeven wat ik u heb beloofd. Toen werd Jacob wakker en zei, dit is beslist de plaats waar de Heere woont, riep hij vol eerbied. Dit is een ontzagwekkende plaats. Dit moet wel de poort van de hemel zijn. Je moet je voorstellen, Jacob loopt door de woestijn, rijdt door de woestijn en het is eentonig. En deze eentonigheid, deze lange reis door de woestijn, een lange rechte weg, stelt ons dagelijks leven voor. En ik weet niet of het met jullie zit, jullie hebben vast elke dag veel sensatie, maar soms heb ik wel eens van die dagen dat ik denk van, wakker worden, leefje aankleden, eten, naar werk en dan kom je thuis en dan ga je eten en Netflix en chill en dan ga je slapen. En dan gaat het zo door. En voor je gevoel kom je in een soort van, ja, alles op de automatische piloot leefstijl, zeg maar, dat gevoel. Jullie hebben dat vast niet, maar ik heb dat wel eens. En op het moment dat je daarin belandt, dat is een beetje waar Jacob in was beland hier, in deze situatie. En dan, midden in de woestijn, heeft hij een ontmoeting met God. Hij heeft een ontmoeting met God. Niet op het moment dat hij eindelijk bij zijn oom Laban was aangekomen. Niet in zijn verleden tijd, bij zijn vader, bij zijn moeder, bij zijn broer toen alles nog goed was. Nee, niet daar, maar midden in de woestijn.
midden in de woestijn waar het saai is, waar het eentonig is, waar er geen actievolle dingen gebeuren. Waar Jacob denkt van, ik ben op de vlucht voor mijn familie, waar ben ik mee bezig, wat ben ik aan het doen, ik ben een reis aan het maken naar mijn oom, ik weet helemaal niet of hij er nog wel woont, want ze hadden geen telefoon, hey, ben je er nog misschien? Nee, dat werkt allemaal niet. Nee, hij had een vraagteken of hij überhaupt wel op zijn bestemming was aangekomen, maar op die plaats was de plek waar God sprak. Door de week, in ons dagelijks leven, als je werkt, als je naar je werk gaat, als je op je werk bent, als je aan het eten bent, als je aan het douchen bent, als je een broodje eet, als je met je baas aan het discussiëren bent, op de plekken waar het dagelijks leven gewoon zijn gang lijkt te gaan en alles lijkt maar gewoon door te gaan, dat is de plek waar God op zoek is naar jou. Dat is de plek waar God wacht op een ontmoeting met jou. Dat is de plek waar God zegt, en juist precies omdat je nu denkt dat het saai wordt, dat is de plek waar ik tot jou wil spreken. Dat is precies de plek waar ik jouw leven wil gaan veranderen. En dat is nou precies waar ik graag een keertje met je over wil praten. Dat is nou precies de plek waar ik jouw leven wil gaan veranderen. Niet in de verleden tijd, niet in de toekomst, maar nu in het dagelijks leven waar je nu bent. En dat is mijn eerste punt. De plek waar je nu bent is waar God woont. God wil ons ontmoeten op de plek waar we hem niet verwachten. God wil ons ontmoeten op de plek waar we hem niet verwachten. En Jacob wordt wakker naar zijn droom. En dan zegt hij het volgende, wat ik net al zei. Dit is beslist de plaats waar de Heere woont, riep hij voor Ibrit. Dit is een ontzagwekkende plaats. Dit moet wel de poort van de hemel zijn. Jacob realiseert zich. God is nu bij mij. Midden in de woestijn, midden in het dagelijks leven. Midden in deze dagen dat het eigenlijk niks toe doet. Daar is God ook. En die vraag kunnen wij ook hebben. Waar is God? Waar is God? Waar is God het meest? Waar is God nu op dit moment? Dat praten we eigenlijk over onze battle. Onze plek waar de hemel naar beneden komt. Waar de engeltjes naar beneden en naar boven klimmen. De poort van de hemel. Waar is die van ons? Meestal niet op de plek. Niet op de plek. In ons verleden waar het veilig was. Meestal niet op de plek waar we graag naartoe willen gaan. Waar we eenmaal gezetteld zijn. Waar we onze dromen en verlangens hebben liggen. Maar meestal is dat op de plek waar je elke dag bent. Dat is de plek waar God spreekt. Dat is de plek waar God woont. Op je werk, thuis, op straat. En nu weten we waarom. Weten we ook waarom Jacob, na 2 keer 7 jaar voor zijn oom te hebben gewerkt, voor een vrouw, nog steeds zo blijft strijden en waardoor hij er overal doorheen komt. Want hij wist, ook al gaat het slecht met me, ook al zit ik in diepe dalen, ook al ben ik in de woestijn, ook al ben ik 2 keer 7 jaar bedrogen door mijn oom, God is aan mijn kant. Daarom wist Jacob elke keer weer de strijd te overwinnen. Daarom bleef hij doorgaan. Daarom bleef hij doorgaan toen hij bedrogen werd door zijn oom. Daarom ging hij door toen hij in de woestijn was. Hij wist, God is bij mij. God is aan mijn kant. Zelfs als alles en iedereen tegen je gekeerd is, als je niet weet hoe je uit een situatie moet komen, als je niet weet wanneer het einde komt aan die ene struggle, dan is God daar ook. En denk aan Jacob. Op het moment dat je die uitdaging voor je ziet, als je denkt van hoe kom ik hier uit? Jacob eindigde altijd met zijn armen omhoog. We lezen in de Bijbel, op het moment dat hij die droom had gehad en hij zei, dit is de plek waar God spreekt, dit is de plek waar God woont. Op het moment dat Jacob dat gebeurde, bouwde hij daarna, lezen we later in de Bijbel, een kleine tempel. En hij zei, deze plek noem ik Bethel, het huis van God. Een tempel bouwen, dat is dienen, dat is worship, dat is God aanbidden. Hij koos ervoor, ondanks dat hij nog niet in zijn beloofde land was aangekomen, ondanks dat hij nog niet die droomvrouw had gehad, waar hij vervolgens nog 14 jaar aan moest werken, had hij gekozen van nee, dit is de plek waar ik nu ervoor kies om God te worshipen. Dit is de plek waar ik kies om God de eer te geven. Dit is de plek waar ik kies om God te verhogen. En dat doet me denken aan het liedje Waymaker. Wie kent allemaal het liedje Waymaker? Heel mooi liedje. En die tekst, ik kan niet zingen, dus ik ga niet zingen. Maar ze zingen in dat liedje, even when I can't feel that you are working, even when I don't see that you are working, you never stop working. Hey, God werkt ook op het moment dat we het niet voelen. God werkt ook op het moment dat we het niet zien.
God werkt juist op die plekken waar we denken van, Heer, waar bent u nu? Waarom voel ik niks? Waarom iedereen zit in aanbidding en ik voel niks? Nee, dat kan heel goed kloppen, maar God werkt dan ook. God is dan ook aan het werk. God werkt altijd. En dat is mijn tweede punt voor vandaag. Zelfs als je God niet ervaart, is hij bezig. Zelfs als je God niet ervaart, is hij bezig. God werkt altijd. Vertrouw erop dat als je hem niet voelt of niet ziet, dat hij toch aan het spreken is. Dat hij toch aan het werken is. Mijn volgende punt. Punt 3. De plek waar jij nu bent, is waar jij een verschil kan maken. De plek waar jij nu bent, is waar jij een verschil kan maken. Na de droom, wat ik net al zei, bouwde Jacob een altaar voor de Heer. Hij zei van, ik maak hier een altaar. Dit is de plek waar God werkt. Hij koos ervoor om God te dienen. Hij koos ervoor om God te worshipen. In tijden van nood, in tijden van vraagtekens, in tijden van misschien wel saaiheid, want hij moest nog heel ver reizen door de woestijn. Hij koos ervoor om God te aanbidden. Hij koos ervoor om God op de eerste plek te zetten. En op een of andere manier denken we vaak dat we pas een verschil kunnen maken als we iets hebben bereikt. We denken van, oké, als ik mijn opleiding dan eindelijk af heb, dan kan ik eindelijk aan het werk en dan kan ik pas echt een verschil gaan maken in de wereld. Of als ik oud genoeg ben, dan luisteren de mensen tenminste naar me, dan kan ik echt een verschil maken. Maar wanneer is oud genoeg? De dag nadat je oud genoeg bent, dan ben je te oud. Tabitha, voel je niet persoonlijk aangevallen? Hij was niet voor jou bedoeld. Je vindt altijd een reden om iets niet te gaan doen. Je vindt altijd een reden om bijvoorbeeld nog geen leider te worden. Je vindt altijd een reden om nog geen connectleider te worden. Je vindt altijd een reden om nog niet in de kerk een plekje ergens te vinden om te gaan helpen. Je vindt altijd een reden waarom je nog niet elke dag God kan dienen. Je vindt altijd een reden waarom je iets nog niet kan doen. Weet je, God werkt niet heen door mensen met de juiste diploma's. Met veel geld of met de juiste vaardigheden. Maar God werkt heen door mensen die zeggen, Heer, ik ben niet perfect, maar ik ben beschikbaar. En vanmorgen ook hier in de worship, ik stond in de worship en ik dacht bij mezelf van, waarom ben ik degene die vandaag moet preken? Jozua, zoon van de voorganger, kan dat veel beter. Waarom moet ik dit doen? Nou, Jozua was ziek. Dus ik mocht. Nee. Maar er is altijd de reden dat je bij jezelf kan denken, ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet goed genoeg voor. Ik ben er nog niet klaar voor. En als we blijven leven met die gedachtegang, als we altijd ons tegen laten houden voor onze eigen gedachtenpatronen, dan komen we nooit verder in onze reis met God, in het land wat God voor ons bedoeld heeft. En daarom is het zo belangrijk dat we er nu voor kiezen om een verschil te maken. Dat we er nu voor kiezen om God te dienen. Dat we er nu voor kiezen om onze families, onze collega's, op straat, waar we ook zijn, voor de mensen een zegen te zijn. Anders missen we de momenten, anders missen we zoveel jaren, omdat we denken dat we er nog niet klaar voor waren. En op een dag kijken we terug op ons leven en dat we dachten, oh, ik was er eigenlijk altijd klaar voor. Of misschien ben ik er juist nog nooit klaar voor geweest, maar had ik dus eerder moeten beginnen. Dopelingen, wacht niet met een groot verschil maken in jullie wereld. Jullie zijn vandaag gedoopt. En ik weet nog dat ik ging dopen, dat ik de dag kwam dan dat ik gedoopt werd. En dat ik bij mezelf dacht van, oké, maar vandaag dan begin ik pas eindelijk een beetje op gang te komen in mijn reis met God. Dus ik ben er nog niet klaar voor om de wereld te gaan veranderen, want ik ben er nog niet. Ik begin nu pas met de Bijbel lezen. Ik begin nu pas God te ontdekken. En dat was een denkfout. Dat had ik niet moeten denken. Want God werkt ook al door jullie vanaf nu heen, net zoals iedereen hier. En dat is het mooie van God. God werkt niet door perfecte mensen heen. God werkt niet door rijke mensen heen, ook. Maar God werkt door iedereen heen. God werkt door iedereen heen. God is niet op zoek naar perfectie. God is op zoek naar een stukje van je aandacht. Een stukje van je tijd. Een stukje van je liefde. Een stukje van jou, wie jij nu bent. Niet de persoon wie jij over 10 jaar bent. Niet de persoon die je over 5 jaar bent. Als je van de middelbare school bent. Of als je wat dan ook klaar bent. Maar God is blij, dankbaar. En ziet jou als degene wie jij nu bent als helemaal goed. En dat is mijn vierde punt voor vandaag. Dankbaar zijn voor wat we vandaag hebben. Dankbaar zijn voor wat we vandaag hebben. Het maakt ons ondankbaar als we continu blijven kijken naar de toekomst. Als we continu blijven kijken, ja, maar als ik dat heb, dan word ik pas blij. En dat zagen we ook bij Jacob. Jacob,
Hij was vertrokken uit de woestijn. Hij ging naar zijn oom Laban en hij moet op die kameel hebben gezeten en dacht van, oh, maar zometeen dan kom ik bij mijn oom Laban en die gaat goed voor me zorgen. Die geeft me sowieso zijn mooiste vrouw. Die gaat echt het beste leven voor me krijgen en ik krijg vaste gratis OV. En oom Laban gaat goed voor me zorgen. Hij moet gedacht hebben, hij gaat me die vrouw geven en dan is alles voor elkaar. Hij moet gedacht hebben, hij gaat een huis voor me bouwen en dan kan ik gaan genieten van het leven. Hij zat op dat moment met een, als ik dit heb, dan ben ik pas echt gelukkig houding. Als we niet uitkijken, gaan wij ook leven met een, ja, als ik dit heb bereikt, als ik dat dan eindelijk heb, als ik die doorbraak dan eindelijk van God heb gekregen, dan ben ik pas echt blij. Dan ben ik pas echt dankbaar. Nee, laten we dankbaar zijn met wat we nu hebben vandaag. Laten we dankbaar zijn met wat God ons vandaag geeft. Wat God vandaag in jouw handen heeft gelegd, waarvan hij zegt van, ja, dit komt nog wel, maar dit is wat ik nu voor jou heb. En ik geloof dat als we dat omarmen en daarmee gaan rennen, dat daar de grootste wonderen uit gaan komen. Weet je, een grappig voorbeeld. Toen ik op de basisschool zat, toen ging ik naar de middelbare school. En toen dacht ik van, zometeen, als ik naar de middelbare school ga, dan ben ik echt een grote jongen aan het worden. En dan wordt het leven mooier. Dan ben ik een soort van volwassen. Was ik helemaal niet. Toen zat ik op de middelbare school, toen ging ik naar de Haagse Hogeschool en toen dacht ik van, ah, school wordt nu zoveel leuker, want nu mag ik een opleiding kiezen die ik zelf heb, waar ik zelf voor kies, dus iets wat ik leuk vind. Blijf school. En toen, daarna, was ik klaar met mijn Haagse Hogeschool, ik was bijna klaar met afstuderen, toen dacht ik van, ah, zo meteen, wat een leven gaat er dan beginnen, want dan ben ik klaar met school en dan hoef ik nooit meer huiswerk te maken. Als we niet uitkijken, zijn we altijd voor naar de toekomst aan het kijken en vergeten we te leven waar we nu leven. Als we naar de toekomst blijven kijken, missen we de zegeningen van vandaag. Als we naar de toekomst blijven kijken, missen we de dankbaarheid en de grote dingen die God al voor jou heeft gedaan. God wil zulke grote dingen doen, maar als we blijven turen naar de toekomst, wat er stiekem in de toekomst ligt, missen we Gods zegen op dit moment. Daarom wil ik je uitdagen, kijk wat doet God vandaag voor jou. Wees dankbaar voor wat God jou vandaag heeft gegeven. Je kan op je droomvakantie gaan naar Curaçao, Bonaire of Aruba. Amen. Ik wist, als ik dat zeg, dan heb ik vrienden. Je kan daar naar op vakantie gaan en je kan vinden dat het water te warm is. Je kan daar naartoe op vakantie gaan en je kan daar erachter komen dat je geen één plek hebt waar je schaduw kan vinden. Je kan daar naartoe op vakantie gaan en eigenlijk het geen chille vakantie vonden, want het wifi was nergens snel genoeg. I've been there. Nee. Als we niet uitkijken, zijn we altijd naar het zoeken, zijn we altijd aan het kijken van ja, maar dit kan beter, dat hebben we nog niet, dat had eigenlijk nog wel zo gekund. Laten we dankbaar zijn voor wat we vandaag hebben. Laten we niet kijken naar de toekomst, maar laten we dankbaar zijn met wat we vandaag hebben en laten we God daar de eer voor geven. Reken af met de stem van de ondankbaarheid, want er zal altijd een stem harder schreeuwen. Je hebt dat nog niet. Je hebt dat nog niet. Er is altijd iemand die rijker is, er is altijd iemand die slimmer is, er is altijd iemand die het meer voor elkaar heeft. Stop met vergelijken. Reken af met de stem van ondankbaarheid. Mijn vijfde punt, is jouw zegen komt soms uit een onverwachte hoek. Jouw zegen komt soms uit een onverwachte hoek. En we gaan daarvoor lezen uit Handelingen 3, vers 1 tot en met 8. Vandaag niet veel teksten, maar als we een tekst hebben, dan doen we het gelijk goed. Op een middag omstreeks 3 uur, het Joodse gebedsuur, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Toen ze daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de mooie poort, een van de tempelpoorten, gedragen om daar te bedelen. Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om hun geld. Ze keken hem aandachtig aan en Petrus zei, kijk ons aan. De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te krijgen. Toen zei Petrus het volgende, geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong overeind, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen naar de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God. De man bij de tempel had Petrus en Johannes gevraagd om geld. Petrus en Johannes, geef me alsjeblieft wat geld. Petrus en Johannes hadden dat geld kunnen geven.
van hier, alsjeblieft, daarmee kom je de nacht weer door, daar heb je wel weer wat eten voor. Maar dat deden ze niet. Ze hadden ook geen geld. Ze hadden ook niks te geven. En van een kale kip kun je niet plukken. Dus wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Petrus en Johannes zeiden van, weet je wat we je wel kunnen geven? We gaan voor je bidden. We gaan voor je bidden, want dat is hetgene wat we jou wel kunnen geven. En ze begonnen te bidden. Ze begonnen te bidden en die man stond op. Die man stond op. Hij werd genezen. Hij werd gezond. Jezus had hem aangeraakt. Hij was weer, hij kon gewoon weer lopen. De man kon weer lopen. Maar wat was er gebeurd? Op het moment dat Petrus en Johannes wel het geld hadden gegeven. Op het moment dat Petrus en Johannes hadden gedacht, hier heb je geld, wij gaan er weer vandoor. Op het moment dat de man die verlamd was, had gekregen waar hij zelf om verlangde. Wat hij zelf had gewild. Wat zijn verlangen op dat moment echt zelf was. Had hij zijn echte wonder gemist. Had zijn echte wonder gemist. Want hij verlangde zelf naar geld. Hij verlangde zelf naar wat geld om de nacht door te komen. Maar wat hij eigenlijk niet aan had gedacht. En wat hij eigenlijk echt nodig had. Was een wonder om weer te kunnen lopen. We hebben allemaal zulke gebeden. We hebben allemaal gebeden. Dat we denken van, Heer, waarom bid ik hier al zo lang voor en waarom gebeurt er niks? Waarom ben ik al zo lang aan het strijden in gebed hiervoor en waarom zie ik uw aanwezigheid hier niet te komen? Waarom zie ik u niet hier een gebed of waarom zie ik geen gebedsbeantwoordingen? Waarom gebeurt er niks? Die gebeden hebben we allemaal. En als je die niet hebt, kom alsjeblieft naar voren om voor me te bidden, want ik heb ze wel. Ik heb ze wel. Ik heb wel dingen waar ik voor bid en dat ik denk, waarom gebeurt daar niks? Waarom ben ik aan het bidden? Waarom dien ik? Waarom ben ik trouw? Waarom geef ik mijn offers en mijn tienden? En waarom zie ik niks gebeuren? Omdat ik denk dat God het volgende zegt. Hij zegt tegen jou en mij, en jij hebt die gebeden ook, I know it. Ik kan het je wel geven. Ik wil het je ook geven, want ik ben een goede God. Maar de vraag is of dat het echte wonder is wat jij nodig hebt. Want het zou goed kunnen zijn dat jij zelf verlangt naar dit. Net zoals dat Esau verlangde naar zijn maaltijd. Maar als hij gewoon had gewacht, als hij gewoon geduldig was geweest, had hij een veel grotere zegen gekregen dan een bakje soep dat binnen 2 minuten op was. Soms willen we iets nu hebben. Soms willen we nu die gebedsbeantwoording hebben. Maar eigenlijk vergeten we dat God weet wat het wonder is dat we echt nodig hebben. Dan vergeten we dat er een wonder is dat God ons echt wil geven. God wil in jou en mij een wonder doen. Ja, in mij en jouw leven een wonder doen. Maar de vraag is, blijven we hem geloven en vertrouwen dat als ook het gebedsbeantwoording niet komt, dat hij dan ook trouw is? Als onze gebedsbeantwoording niet komt en wonderen blijven uit, durven we dan nog steeds, net zoals Jacob, te zeggen, Heer, ik geef u de eer, ik worship u, ik geef u de eer van mijn leven. God is goed, hij doet goed, en laten we daarop blijven vertrouwen. Ook al blijven antwoorden uit. Ook al blijven dingen, duren veel, dingen veel langer dan dat jij zelf verwacht. Ook al bid je al jaren voor een wonder en zie je nog steeds niks gebeuren. Geloof dat God aan het werk is. Ook al zie je het niet. Ook al voel je het niet. En ook al snap je er helemaal niks van waarom er nog steeds niks gebeurt. Geloof dat God weet wat echt goed voor jou is. En wat het wonder is dat je echt nodig hebt. We gaan zo meteen aanbidden. We gaan zo meteen God groot maken met het nummer Waymaker. De band mag erbij komen. En in dit nummer aanbidden we God. En zeggen we tegen God, Heer, u bent een Waymaker. U bent een Waymaker. En soms is het niet bij gebedsbeantwoording, bij vragen. Bij gebed 1 krijgen we misschien een nee. Bij misschien gebed nummer 2 krijgen we misschien ook een nee. Maar misschien is het wel gebed 4 of 5. God weet wat goed voor jou is. Laten we staan en laten we God danken voor wie hij is. Laten we staan en God de eer geven van ons leven. Laten we staan en God danken voor wat hij nu al gedaan heeft.